Van Makeup Revolution heb ik ook nieuw uitgekomen de Contour en Shadow Crayons in Fair to Light. Nu zit ik te bedenken, waar heb ik die dan overgemaakt? Even een schaartje pakken. Lekker goed voorbereid dit weer. Dat komt omdat ik het graag dan weer... Ik kijk er natuurlijk wel even naast ze binnenkomt. Maar dan wil ik het graag terug doen in de verpakking. Om ook de verpakking te laten zien natuurlijk. Oké, er zitten twee sticks in. Een bruine. En een huidkleurige. Ik ga ze als shadow stick gebruiken. Zeg maar een beetje hier. En straks waarschijnlijk een beetje onder het oog, maar gaan we zo zien. Eens even kijken hoe het blendt. Dit is wat de arcadeboog zou moeten zijn. Maar goed, omdat ik natuurlijk overhangende oogleden heb. Ze zijn wel een beetje, ja, ik vind ze een beetje droog. De kleur is wel heel goed. Ik denk niet dat ik ze als contour zou gebruiken op het gezicht. Ik denk dat ik hem daar te droog voor vind. Ik vind de kleur wel heel goed. Het is gewoon... Je hebt een klein beetje gedaan. Dan gaan we deze doen. Ik heb een traan op. Wat ik graag doe is een licht lijntje. Want hoe lichter hier... En ik doe het wel over het hele ooglicht. Hoe meer het ooglicht opvalt, zeg maar. Dus ik doe die lichte kleur over het bewegend ooglid. En dan doe ik die in de waterlijn. Dat werkt niet. Oké, in de waterlijn werkt niet. Dan geeft die amper kleur af. Moet ik die een beetje uitblenden? Ja. Kijk of die als liner gebruikt kan worden. Ja, dat is wel goed. Niet in de waterlijn. Daarvoor zijn ze gewoon niet gepigmenteerd genoeg. Nu ben ik mijn smudgebrusje kwijt. Dit is de verkeerde. Deze. Zo, net een beetje... Ja, ja. Ik vind hem fijn als oogschaduw, niet fijn als waterlijnlijner, zeg maar. Ik vind hem een beetje droog, dus ik zou hem niet als contour gebruiken, maar ik vind de kleur wel heel goed van die donkere, zeg maar. Het is net alsof je, heb je wel of niet wat op je ogen, weet je wel? Het is, ja, daar hou ik van.